De Spreekbeurt. Onnozele onderwerpen, serieuze sprekers. Onze volgende spreker studeert audiovisuele kunsten hier aan het Ritz. Je kan haar misschien kennen van haar traditionele vervoersmiddel met haar bloemetjesfiets. En ze is daar trouwens mee toegekomen, daarmee dat ik haar herkend had. Ze combineert Nederlandse en Zuid-Afrikaanse roots. Een topdag volgens haar vindt plaats op de kerstmarkt. Dat is heel fijn in deze periode. Later wil ze vooral gelukkig worden. Mag ik een applaus voor Kanye van der Heijden? Ik ga het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp wat me erg bij het hart ligt, namelijk sriracha. Dit is sriracha. En ik ben hier heel passionate over. Dit is een saus, maar ik wil er ook meteen bij zeggen dat dit niet is om mee te koken. Dit is echt om er bovenop te doen. Koken doen we met sambal. En ik ga in deze presentatie, Spreekbeurt, ook meteen vertellen welke sriracha het beste bij welk eten smaakt en waarom. Dit is sriracha. Dit is een stad in Thailand. 4,5 op TripAdvisor. Hier komt het vandaan, de saus. En eigenlijk was het hier gewoon onder de locals wat ze aten. En toen kwamen de westerlingen en die dachten, kapitalisme, hier kan ik geld mee verdienen. En zo is de sriracha hier in het westen terechtgekomen zoals we die kennen. Dit zijn de vele merken. Er zijn er veel. Hoeveel weet ik niet. Maar dit zijn een paar voorbeelden. De middelste is een van de bekendste. Ik ga geen merknamen hier noemen, want ik word niet gesponsord. Maar dit geeft je wel een idee van wat er voor aanbod is. En dit kunt u vinden in elke Aziatische supermarkt en de lokale supermarkt op de hoek. Ik wil ook even meteen de mythe debanken dat Tabasco en Sriracha hetzelfde zouden zijn. Dat is namelijk niet waar. Om te beginnen wordt Tabasco gemaakt van de Tabasco-peper, wat heel logisch is. En sriracha wordt gemaakt van de red jalapeno peper. Er is ook zoiets als de surreal heat wave. Daarmee wordt de hitte van spiciness gemeten. En tabasco komt uit op een schaal van ongeveer 30 tot 50.000. En sriracha slechts op 250.000 tot 8.000. Hiermee wil ik ook meteen duidelijk maken dat ik weet dat er mensen in de zaal zijn die zullen zeggen van, oh, maar ik hou niet van pittig eten hoor. Sriracha is ook voor jou, want sriracha is dus niet pittig, zoals je dus kan zien. Je ziet het ook aan de kleur. Tabasco is veel wateriger. Dat komt omdat het echt gewoon van de pittigheid is. En de sriracha heeft gewoon wat meer, ja, wat meer extraness. Dit zijn de vele smaken sriracha die er zijn. Ik ga nu opnoemen wat de sriracha is en waar het het lekkerste bij smaakt. Je kan elke smaak herkennen aan de kleur dop. De sriracha knoflook ten eerste, dat is dus de eerste die we zien. Deze smaakt lekker bij pita broodjes. De tweede, sriracha Laos. Voor degene die niet weten wat Laos zijn, ik weet bij deze dat je niet kan koken. Sriracha Laos, erg lekker bij Aziatische keuken. Ik zou vooral Thais aanraden. Ten derde, sriracha zuur. Dat is een beetje meer voor de lumpia's. Kan je het lekker een beetje indippen. Sriracha citroengras. Nogmaals, als je niet weet wat citroengras is, dan weet ik dat je niet kan koken. Ik zou deze overslaan. Ja. Sriracha ui. Dit is voor de mensen die niet kunnen koken en die toch iets lekkers willen eten. Je kan een eitje bakken, hier een beetje sriracha ui eroverheen strooien en dan heb je toch nog een fatsoenlijke maaltijd. Sriracha gember. Dit is een bijzondere. Voor de mensen die echt zichzelf topchefs noemen in de keuken, zou sriracha gember gebruiken om het over een lekkere noedelsoep ramen heen te strooien. Als laatste,
Ik weet dat we hier in een zaal zitten met voornamelijk Belgen. En de Belgen zijn erg op de mayonaise. Waarschijnlijk is nog niet iedereen overtuigd dat sriracha echt in hun koelkast ook thuis hoort. En daarom ben ik hier met sriracha mayonaise. Sriracha mayonaise. Je kan het zelf maken. Je kan je favoriete mayonaise mixen met sriracha naar keuze. Je kan het ook kopen. Er zijn hier wat voorbeelden waarvan ik de naam niet ga noemen, maar u begrijpt het idee. Wat kan je met de sriracha mayonaise eten? Frietjes zijn erg lekker uit de oven. Maar wat ik ook veel op social media een beetje voorbij zie komen is dat mensen een beetje Japans sushi aan het maken zijn. Een beetje hipster. Rijst met zeewier aan het mixen met wat sriracha mayo eroverheen. En dan is het een soort van aesthetic of zo. Dat is ook erg appetizing, dus dat zou ik ook zeker aanraden. Verder denk ik dat sriracha mayonaise elke maaltijd kan verrijken. Als je het gevoel hebt van, ik zoek iets extra's, ik wil toch die extra touch bovenop, sriracha mayonaise is voor jou. En zeker ook voor de mensen die echt zoiets hebben, oh, maar ik hou echt niet van pittig eten. Je weet wel, die mensen die altijd zo, ja, die mensen, dit is voor jou. Als laatste, sriracha, de gewone sriracha, is voor de mensen die goed kunnen koken, de mensen die niet kunnen koken en de mensen die niet van koken houden. Voor de mensen die goed kunnen koken, sriracha kan jouw maaltijd verrijken. Je maakt een geweldige maaltijd, je stopt al je energie erin en met dat laatste toetje sriracha bovenop, sterrenmaaltijd. Voor de mensen die niet kunnen koken, ja. I know. Je hebt je best gedaan en het is niet geworden wat je wilde. Maar sriracha saves the day. Thank God. Voor de mensen die niet van koken houden, zoals ik zei, bak een eitje, beetje rijst erbij, sriracha, geweldige maaltijd. Ik hoop dat u overtuigd bent en dat u na deze spreekbeurt allemaal sriracha gaat kopen. Dank u wel.